Hallo allemaal, welkom in deze nieuwe livestream. Wat fijn dat u er weer allemaal bent. Vandaag heb ik de eer om te mogen spelen met Martin Mans. We gaan samen een concert voor u spelen op 2 verschillende orgels. We gaan een aantal solostukken zelf spelen op dit orgel hier, het content hoofdorgel. En ook op een andere content gaan we voor u samen musiceren. Dus ik wens u alvast heel erg veel luisterplezier. We willen zo meteen beginnen met een bekend stuk van Handel. Dit heet Alla Hornpipe. Dat komt uit zijn bekende Water Music. En dat gaan we dus samen doen. Hello everyone, welcome in this new live stream concert. I'm glad you are here again. Today I'm here at Content Organs in Ermelo. And I will play a concert together with Martin Mans. And maybe some of you know that we have done this once before, and now we do it again. And now we are here at Content. And we will also play at 2 different Content organs. We'll do some solo pieces on this particular organ, and we'll also do pieces together, duet. And that we will do at 2 different organs. So many different pieces for you today, and I hope you enjoy the concert. We'll start with Hornpipe, or Alla Hornpipe, which is from the famous Water Music of George Friedrich Handel. Well, have an enjoyable concert. Thank you.
Ja, ik vind het ook een geweldig muzikaal feest om samen te werken met Gert. We hebben dat eerder gedaan en vandaag in deze prachtige concerthal van Content Orgels. Naast het spelen van stukken voor twee orgels gaan we ook allebei ons eigen ding doen. En ik doe dat heel graag in een improvisatie over drie verschillende psalmen. Psalm 17, psalm 68 en psalm 150. Thank you.
Nou, het stof is er maar weer uit, zullen we maar zeggen. Het was hier een mooi krachtig stuk. Al die mooie psalmen erbij. Dus dan moeten we nu maar even naar een wat rustiger stukje teruggaan. Ik ga namelijk een muziekstuk van Johann Sebastian Bach spelen. En het heet Freu dich, erlöste Scharen. Wees verheugd, verloste scharen. Het is misschien wel een wat minder bekend stuk van Bach. Het is ook wel relatief kort. Maar het is wel een heel goed, fijn in het gehoor liggend muziekstuk. En ook erg vrolijk. Vandaar ook natuurlijk de titel. Well, that I just said the dust came out of the organ. Because of that marvelous piece with all these wonderful psalms Martin played. And so now I'm going to play something softer again. And this is not so well known. It's called Freue dich, erlöste Scharen. Rejoice, redeemed people. I guess it's something like that. It's quite short. It's written by Johann Sebastian Bach. And it's a very lovely piece. And, well, I think you will like it as well. Enjoy it. Ja, dan gaan we nu weer samen muziekstuk spelen. Een welbekende Nederlandse klassieker. Toccata op Psalm 146, prijs de Heer met blijde galmen. De bekende toccata van Jan Zwart. Now we are going to play a familiar Dutch choral arrangement. It's about Psalm 146. It's a very famous toccata here in the Netherlands. It's written by Jan Zwart. And together with Martin, I will play this piece. Enjoy it. Thank you.
het is super gaaf om deze prachtige orgels hier in deze akoestisch mooie ruimte te spelen. Maar zeker ook om weer samen te werken met Gert. En het mooie is, als je dan zo'n toccata over Psalm 146 samenspeelt, gebeuren er onderweg toch altijd weer dingen anders dan dat je tijdens een repetitie doet. En dat maakt het samen musiceren mooi. Maar wat ik ook altijd heel erg graag doe, dat is improviseren over het geestelijke lied. En dat mag ik nu doen op dit prachtige instrument over Scheepke onder Jezus hoede in combinatie met O eeuwige Vader, sterk in macht. Geniet ervan. Thank you.
Dan wil ik nu verder gaan met een ander klassiek muziekstuk. Dat is geschreven door Franse componist Théodore Dubois. En dat heb ik al vaker gespeeld. Fiat Lux. Dat betekent er zij licht. Dat heeft te maken met de scheppingsverhalen. Fiat Lux, een ander stuk heet In Paradisum. Je kunt wel begrijpen wat dat betekent. Nou, hier gaat het dus over het licht. En dat heeft Dubois dus mooi muzikaal uitgebeeld. Dat ga ik nu spelen. Right now I'm going to play Fiat Lux, which means there be light. That's based on the creation story. And this is written by Théodore Dubois, French composer. So it's all about light. He was, he wanted to illustrate light in a musical way. So that's a very fascinating piece. Enjoy it. Thank you.
En dan zijn we nu weer aangekomen bij een muziekstuk Samen. We gaan een hele mooie aria spelen, geschreven door Klaas-Jan Mulder. Het gaat over een bekend gezang, gezang 91. Ik weet zelf even niet de titel van het lied uit het hoofd. Weet jij het, Martin? Als God mijn God maar voor mij is. Als God mijn God maar voor mij is. Dank je, Martin. Dat is een heel mooi lied en dat gaan we samen doen. Right now we are going to play another air, which in Dutch we call an aria. It's about a hymn written by Klaas-Jan Mulder. And to translate the title would be, If Only God Would Be For Me. So it's a very sweet hymn with a beautiful solo melody, and we will play this together. Thank you.
Prachtige muziek van Klaas-Jan Mulder. En het mooie is dan als je dat samenspeelt door twee orgels, dat die twee instrumenten zo mooi samensmelten. Het beginthema, dat beroemde thema, wat hij volgens mij als eerste improviseerde vanuit de Hippolytuskerk in Delft. Dat speelde Gert op dit prachtige orgel. En dan kan je zo mooi op het andere contentorgel een heel mooi tegenstemmetje er tegenaan zetten, zodat het zo mooi samensmelt. Ik heb ervan genoten en volgens mij zag ik Gert ook genieten en ik hoop jullie thuis ook. Ik mag weer improviseren op dit prachtige orgel en dat ga ik doen over klassieke thema's. Ik begin met een aantal thema's van Bach, dan ga ik naar Beethoven en ik denk dat ik het daarbij hou. Zeg maar B&B, Bach en Beethoven. Thank you.
Nou, veel meer ga je natuurlijk niet uitkrijgen. Ik ga het wel proberen. Was trouwens een mooi stuk, Martin. Ik wil doorgaan met een ander lied. U zij de glorie. Die hoort natuurlijk een beetje bij Pasen. Nou, daar kijken we nog een beetje op terug, want het is nog maar kort geleden natuurlijk. En ik heb er toevallig ook net wat over, zeg maar, opgeschreven. Dus dat wil ik nog een keer spelen. Anders moet ik weer een jaar wachten. dus U zij de glorie, een eigen liedbewerking. Well, now I will play one of my own arrangements on Thine Be the Glory. I also played that recently in Maassluis, but I thought I would do it again because I just published this piece and thought it would be nice to play it once more. So that's what I will do now.
Ja, dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste stuk van het programma. En dat is ook een bekende. Wals nummer 2 van Shostakovich. Een echte wals. Die gaan we samen als slotstuk voor u spelen. Well, we are now at the end of the program. The last piece we are going to play together. It's a famous waltz, waltz number 2, written by Dmitri Shostakovich. I hope you've had an enjoyable concert and you will enjoy this last piece, which we'll play together. Dan is daarmee het concert tot een einde gekomen. Ik dank ook hartelijk Martin Mans en wederzijds. We hebben samen een mooi concert beleefd en ik hoop dat u het ook zo hebt ervaren en van genoten hebt. Dank u allen en tot de volgende keer. Thank you everyone for watching, listening to this live concert with Martin and me. I hope you have enjoyed the pieces and I hope to see you the next time. Bye bye.